De politie deed maandagavond een inval in een snackbar aan de Nijmeegse Otto C. Huismanstraat. Een man kwam naar buiten en werd in de boeien geslagen, maar voor hem kwam de politie niet. Hij werd later weer vrijgelaten. De man die wel de verdachte was, weigerde alle medewerking en moest met geweld naar de grond gewerkt worden. Hij werd nog steeds hevig tegenstribbelend in een politiebus gezet en afgevoerd naar het bureau. De aanleiding voor de inval was een jonge vrouw op het dak, om de hoek aan de Symfoniestraat. Zij was daar zelf opgeklommen nadat ze gevlucht was voor de man die later werd opgepakt. De brandweer hielp de vrouw met behulp van een hoogwerker van het dak af. De politie laat weten dat het voorval te maken had met relationele problemen tussen de twee.